Maar wij gaan terug naar Musketier 1. De man die deelneemt aan het Nationaal Belgisch Kampioenschap. De 24e rally van El Panatee op 25 april 1998. Ronde 4 van het kampioenschap. Rocco Teunissen met startnummer 3. Opnieuw zijn grote tegenstanders in de strijd om het kampioenschap. Dat zijn William de Vos en Ludwig Lauwers. Ik zie hier een heel klein foutje op een van de eerste paar proeven van de wedstrijd. Totaal verschillend. Vooral proef 1, heel heuvelachtig. Mee door dal toe. Nogal glad. Maar compleet anders als de takrally weer. Teunissen over de verschillen tussen de diverse nationale wedstrijden daar in België. Want de verschillen zijn inderdaad groot te noemen. Eindelijk droog weer. Af en toe een buitje. We gaan een stukje meerijden door een van de dorpjes daar. Typisch, dat zie je alleen in België. Teunissen heeft een goede tempo in. Maar volgens navigator Emiel Mommaerts gaat het net niet hard genoeg. En links onder de 12 lang. Links onder de 12 lang. Topke rechts vol langs huis. Is rechts vol. En 170 meter, let op. Topke links vol, wordt bord, links 112. En grote rem tijdig voor 60 meter, Kieté links 44. Grote rem voor... Hoi, nog! Kieté links 44 na de slaat, vrij mee. 80 meter, lange top vol, zeker vol. En 70 meter. Topke. Teunissen in de openingsfase van de wedstrijd vierde. Deze Ludwig Lauwers is de man die het snelst is in de wedstrijd met de Subaru Impreza. Mag ook wel een keer, want als Ludwig nog kans wil maken op de titel, dan moet hij hier tijdens deze rally van op alle drie winnen. Hier Rocco Teunissen, droge weersomstandigheden tijdens de dag van de rally. De dag daarvoor had het nogal wat geregend en dus waren sommige plekjes van de proeven absoluut glad. En dat merkt Rocco. Links 53. Ligt op dat moment op positie nummer 5 achter Chris Prinsen, William de Vos, Guido Senge en Ludwig Lauwers. Bij de top 5 zitten drie mannen die strijden om het kampioenschap en twee publiekstrekkers. En 250 meter links vol, dat kan je niet goed maken, hè? Links vol into. We gaan naar de beroemde jump van de rally El Panatee. Prachtige jump zien we daarvan. Eerst Alain van Die en daarna William de Vos. Dit is Guido Senge met startnummer 4 in een Toyota Celica. De Duitse die niet rijdt voor het kampioenschap. Die rijdt voor het dagsuccesje. Lukt hem niet. 53 seconden is uiteindelijk het verschil tussen hem en de leider in de wedstrijd. En dus de uiteindelijke winnaar Ludwig Lauwers die zijn eerste overwinning pakt. In een wedstrijd meetellend voor het Nationaal Kampioenschap 98. Dat heeft hij ook wel nodig. Dit is de jump van Rocco Teunissen. Hij jumpt naar positie nummer 5, maar hij wordt derde wat betreft de nationale rijders daar in de rally van El Panatee. En blijft leider na 4 verreden wedstrijden met 118 punten voor William de Vos en Michel Perenbaums. Ludwig Lauwers staat nu 8e.